bijvloeien op een stage. Ja, kijk, vandaagse dag is zo alles gemoderniseerd, Pieter. Dat gaat ons heel vlot vandaag, man. Je weet, die trekkrachten is elektrische eenheden en diesellocomotieven, je weet, en is... ach, is alles lekker, ja, maar die dag is het rof en tommel gegaan, je weet, met die stoommachine. En onze methode van werk gehad, was ook op kers op gestatie. Methode van werk gehad, waar jij nou van... Ons wou nooit weer werk naar Biggensfield toe, of Kimmerly toe. En toen ons besluit ons boek af op Warrington. Is dat nou voor oortijd? Nee, dit is juist om oortijd minder te maken. Oeh. Die ure was te lang, jy sien. Ja. Die ure was te lang en toen ons nou... Ach, maar nou ooral, jy weet, soos in Kimmerly en Possumsburg en de Aare en jy noem dit, daar kreeg jy die rustkamers waar die personeel waar hy nou afboek. Dan het hy ons nou sy kosblik met al sy lekker goedjes in, jy weet, en boon die kosblik is ons nou so tray, jy weet, waar jou pilletjes en goeders in is, en jou handdoek en jou seep en wat daarmee is al. Goeie, excuse toch, maar dit was niet echt gekend als een skoften. Een skoften. Ja. Is dit een speciale soort ding? En daar was ouders geweest wat het speciaal gemaakt het, maar hier ouders gekregen wat zijn is gekroom en daar. My vrouw was natuurlijk bijgesteld op die affaire, je weet. Een skoften. Een skoften. Een skoften. Ik heb nog nooit die woord gehoord. Nee. Wel, je hebt hem nou op je gift, ja. Al bij je letter kunnen, je weet, je moet nou vast aan zeggen. Is het nou een skofblik? Een skofblik. Ja. En dan noem je hem een skoften. Ja. Dit was nou die algemene gebruikelijke woord. Ja. Maar nou... Hierdie rustkamers. Ons kom bij die rustkamers uit. Nou, als je daar komt, dan kom je nou, je weet, zo'n treinen nou inkom, dus 2, 3 achter elkaar. En dan gaan die personeel, dat is nou een drijver, een stoker, een connecteer, een oorlaaikrijers. Ons gaat nou allemaal rustkamers. Nou is die gebruikelijke daar. Als je nou daar inkom, dan ga je die gang af en je komt in die eetkamer. En daar zit je nou je blik neer en die stoven brand en die kombuishulp is daar en alles is tot jou gerief. En elke man heeft een kamer. Nou is ons nou daar klaar geskinder het en geëet het en je weet wat ook nog. Dan ga je nou daar naar terug in die cel gang en draai je links af. Dan ga je nou in een groot badkamer in. Baie storten, wasbakken en dan die kapstok. Nou sit jy jou skoft en sit jy hieronder hierdie kap neer. En daar hang jy nou jou kleren op. Nou die gebruikelijke is, as jy nou klaar daar gebad het en jou goedjies gedoen het, dan vat jy nou jou kleren, daar is ons nou nie vrouw mense nie. Dan hang jy hulle oor jou arm en jy vat jou skoft en jy gaat nou hier af na jou kamer. Ja. En die kamers het nommers en jou naam is nou al teenoor die nommer daar in die eetkamer geskryf. Vir die oproeper om jou weer te kom roep vir die volgende trein. Wanneer jy nou moet terug? Wat ek moet terug. Nou die connecteurs, hulle het hierdie sout en peper pakke gedraai. Weet hy uniform. Ja. Amal die sel. Selle kruisbanne, jy weet. Die manne het soos tweelinge gelijk, jy weet. Ja. Die selle uniform. Of hulle kos is blijf, Gobbie. Maar nou is daar een ou Hubby Cooper. Hy ook al lang koud. Nou is daar een nieuwe connecteertjie, so'n marietjie. Die andere was nou... Een volman. Je weet zo zeg. Ja. Nou sit hulle twee kosblikke so neer en nou hang hulle die uniforms daarop. Die kippe en die baaikies en die goede en die broeke. En toe hulle nou in die storte is, jy weet wat hulle was, toe gaan ou Cooper. En hy draai die twee kippe om en hy draai die twee broeke om. En die maar uit die, en die vette. En nou gaat hulle kamer toe. Hang jy goed op nou. Ja. Nou, dit is moest nou maar algemeen, elke dag is hulle ding. Nou die nieuwe oudie, die maar oudie, hy gaat eerst terug. Hy ken nie die ding so lekker nie. Nou gaan slaap al. Nou word hy hier vroeg in die moore, word hy geroep. En hy trek aan. Hy trek toe hy die kip op sit, toe hang hy kips nou hier. In die broek. Die kruisbane, hy maak die broek hier so pas met die kruisbane. Die booste gulp snoep sit hier in sy kindje. En hy is te bang om met mense te praat, hy dog toe.
Hij heeft een vreselijke fout gemaakt. Die ouders gaat hem neer. En hij gaat met die broek huis doen. Nou kwam hij op die stasie aan, maar je weet hoe lijkt die simpel. Met die hoed, als hij hem optelt, dan wil hij afvallen. Hij is bezig om die hoed nou en die kruisbanen wat hij nou hier vastgemaakt. En dan zei hij, als hij wil omdraaien, dan vertrap hij net zo in die broekspijpen. Die broek blijft in de haikant toe. Maar dan zei hij, dat hij groot nou opstaat. En dan komt er een klein broekje. Ja. Toen leidde die broek sprang met op. Ja. Toen zit die booste gulpsloot hier. En hier bij zijn gatnaten. En er staat zo gespannen. Die garens verbreed. En nu zegt hij, hij heeft zo'n bleskop. Het lijkt zoals een weeshuisbrood. Want hij heeft een eind. Nou zegt hij daar een klein kipje op zijn kop. Die kruisbanen staan ze twee gitaarsnaren. En nou is hij Stasie toe. En hij is hier af. En hij komt bij die stagemeester. Die stagemeester zei van hem, wat gaat dat met jou? Hij zei, alle mannen zijn mijn kipper, mijn broek weg. Die stagemeester zei, jij lijkt zoals een dier wat ik al gezien heb. Oh, yeah.